Extreem hoge temperaturen van de zomerweken hebben aangetoond dat het dringend nodig is dat de stad Antwerpen iets doet tegen dat hitte-eilandeffect. Dat is eigenlijk nog een extra effect waardoor het in de stad, waar heel veel verharding is, nog veel warmer wordt dan in de open ruimte. En dat is nu net wat we met groen willen doen. We willen in de stad meer groen en blauw krijgen. En groen, dat zien we bijvoorbeeld door grote bomenrijen, we noemen dat klimaatassen, tot in het centrum van de stad. Maar ook water kan een rol spelen en dan vooral doorstromend water. En in die optiek vinden we het dus echt een historisch gemiste kans dat de stad niet ingegaan is op het voorstel van het Vlaams Gewest om de Schijn terug naar de Schelde te trekken. Op die manier hadden we dan terug een rivier of een beek dwars door de stad gehad. Mooie voorbeelden van steden die open water in hun centrum hebben binnengetrokken of terug in ere hersteld. Dat is de stad Diest bijvoorbeeld. In Diest loopt nu de Demer door, terug helemaal open. De Deilen in Leuven en in Mechelen. Dus er zijn voorbeelden van steden waar het kan. En we vinden dat dat in Antwerpen ook moet lukken. Make it cleaner, make it last, make it fast and do it. Ik wil voor een klimaatneutraal district gaan. Hoe gaan we dat doen? Met meer groen en meer blauw. Groen, als in geveltuintjes, tuinstraten, parkeerplaatsen omvormen tot een stuk gras of struik, meer bomen. Ten eerste, blauw, water in de stad brengen. Dat kan door regenwater op te vangen en dat te herbruiken in fonteinen, vijvertjes. En op die manier kunnen we de hitte tegengaan die de klimaatverandering met zich meebrengt. Dus als je denkt dat klimaatverandering alleen aangepakt kan worden op een Europees niveau of zo, en met grote wetten, dat is allemaal niet. Op districtsniveau kunnen we dat ook verwezenlijken en dat wil ik ook heel graag doen. Hittegolven zijn dodelijk voor oudere mensen. 10.000 doden in 2003 in Frankrijk. In steden versterkt het hitteschild dat nog. Daarom moet er meer groen, bomen, meer waterpartijen komen in de steden. Belangrijke opdracht waar ik me voor in wil zetten om zo minder hittedoden te hebben bij de oudere bevolking. De stad is denk ik ook het goede niveau om een actief grondbeleid te voeren om die groene en blauwe plekken in de stad te kunnen realiseren. En er is al een vastgoedbedrijf in Antwerpen, dat noemt Vespa. Wij vinden dat dat eigenlijk een andere naam moet krijgen, Vespark. Met als bedoeling om dan gronden op te kopen waarop dat dan kleine parkjes kunnen komen of eventueel ook open waters. En op die manier denken we dan dat we tot in het centrum groen en blauw kunnen krijgen, waardoor dat je wat verkoeling kunt krijgen in de zomer. Zo. Sinds 1981 zet ik mij in voor Agalef Groen. Ik vond het toen belangrijk dat er transparantie was, dat er aandacht was voor de kleine mens en dat de natuur beschermd was. Al die dingen blijven nu nog geldig en blijven nu nog belangrijk. En daarom ga ik weer op de lijst staan, samen met mijn man Hugo, met mijn dochter Ilse en met mijn enthousiaste kleindochter Amber.